Dank al voor dat Melick. Want de inwoners van Roerdalen zijn het toch niet met eens dat het zwembad in Melick gaat sluiten. Afgelopen zondag was er een protestactie. In Melick vreest de plaatselijke zwemvereniging de Roersoppers voor haar voortbestaan. Het zwembad in Melick werd met sluiting bedreigd. De lokale politiek vindt het openhaaien van het zwembad te duur. En dat zou betekenen dat in heel Roerdalen straks geen overdekt zwembad meer is te vinden. Ondenkbaar, aldus de inwoners van Roerdalen. Maar liefst 3500 mensen hebben een keertje getekend. Zie vind je dat het zwembad moet blijven. We hebben vandaag een heel spektakel bij elkaar georganiseerd. En de bedoeling is nu dat we zeggen van we brengen in ieder geval het zwemmen onder de aandacht. En een van de dingen die we hebben gedaan om in ieder geval ook dat serieus op te pakken is dat wij kaartjes hebben laten drukken. Die kaartjes door de hele gemeente rond hebben gedeeld. Die kaartjes zijn allemaal op mijn naam voorzien en weer terug ingeleverd. We hebben er nou zo ongeveer zo'n 3.500 hier verzameld. En wij als vereniging hebben besloten om in ieder geval per kaartje tot een maximum van 3500 kaartjes 10 cent aan te leveren aan de stichting. Alsjeblieft niet. En dan alsjeblieft met name op het woordje ALS. Vanwege die ernstige ziekte waarvan wij toch vinden dat we ook een bijdrage willen leveren als gevolg van deze dag. Dus vandaar deze actie. De dag is ook gericht om het zwembad in Melick open te houden. Gaat jullie dat lukken? Nou, of het zwembad open blijft of dit zwembad open blijft, dat is nog even de vraag. Ons doel is in ieder geval om zwemwater in een overdekte situatie te behouden. Zodat in ieder geval alle trainingsfaciliteiten die wij als vereniging nodig hebben. En met name ook zorg dragen dat ook alle voor jongeren en voor ouderen, zoals hier ook alle activiteiten vandaag plaatsvinden, dat die doorgang kunnen gaan vinden. Dus of het dit zwembad wordt, dat zal dan blijken. Maar in ieder geval binnen de gemeente Roerdalen een overdekte zwemfaciliteit. Ik ben Leni Simons en ik ben bijna 93 jaar. En waarom zit je hier vandaag? Omdat ik me heel erg interesseer voor het zwembad, omdat het vooral moet blijven. Omdat ik iedere week kom. Ons eigen groep, daar zal ik ongeveer 25, 27 maanden. Maar de hele week zijn we ongeveer met 120. Het is allemaal van meer bewegen voor ouderen. Ik ben ervan overtuigd dat daardoor werd zo raaier. Godzijdank is het erg druk. Dat had ik niet verwacht. Wat we hopen dat het doorgaat, dat het zwembad moet blijven. Dat is ons grootste hoop. En mijn grootste verlangen voor dat ik honger word weer.